Dat was dus de eerste aflevering van Ronaldo Gennaro. Ik ben benieuwd waar hij volgende week gaat werken. En we hebben Herson. Hij heeft een aantal jongeren gevraagd hoe vaak zij bellen en sms'en. En hoeveel ze natuurlijk uitgeven aan de gsm. Dus check het nu. Hi, ik ben Herson, reporter van NTV. Ik ga de stad in vandaag om onderzoek te doen naar het belgedrag van jongeren. Heb je een mobiele telefoon? Ja. En is dat een prepaid of abonnement? Een abonnement. Oké, okay. En staat op je naam, betaal je zelf? Mijn ouders betalen dat voor mij. En hoeveel geef je uit aan bellen en sms'en per maand? 30 euro per maand en dan vaak nog eroverheen, iets van 30 euro of zo. Oké, en dat is meer bellen of is het meer sms'en? Meer sms'en, maar dat doe ik niet zoveel. Je bent meer echt een sms'je type? Ja, vaak even tussendoor. En vind je het belangrijk dat een telefoon mp3 of camera heeft of zeggen van zolang ik kan bellen vind ik al fijn? Ja, bellen is ook wel belangrijk en sms, maar internet is ook wel fijn en mp3 doe ik meestal ook wel op mijn telefoon. Heb je een mobiele telefoon? Ja. Prepaid abonnement? Ja. Nee, ik heb geen abonnement. Een prepaid? Ja. En jij? Abonnement. Betaal je zelf of je ouders? Mijn ouders. En hoeveel geef je uit aan bellen per maand? Ongeveer 10 tot 20 euro. En jij? Ja, het kost bij elkaar 16 euro, maar het wordt altijd meer. Omdat je er overheen gaat? Ja. En is dat sms of bellen? Bellen. Oké, okay. En vind je het fijn als een mobiele telefoon camera of mp3 of maak je niet zoveel uit? Maakt me niet zoveel uit. Zolang je maar kan bellen en sms'en. En bij jou ook? Ja, eigenlijk. Ja, bellen en sms is het belangrijkste. Maar je vindt het niet belangrijk of een camera of een mp3? Nou, dat maakt je verder niet uit? Nou, het is wel fijn, maar het maakt niet zoveel uit. En jij? Ja, ik heb ook een prepaid abonnement. En ik besteed ongeveer 7 euro per maand. En vind je het ook leuk als een telefoon mp3 of camera heeft of maak je het niet? Ja, het is wel leuk, maar het hoeft niet per se. Heb je een mobiele telefoon? Ja. Is dat prepaid abonnement? Prepaid. En betaal je zelf of je ouders? Ik betaal het zelf. Okay. En hoeveel geef je uit per maand aan bellen en sms'en? Ja, ik bel zelf niet zo heel veel sms, meestal alleen als het nodig is. Dus ja, hooguit 1 keer in de 3 maanden 10 euro of zo. Dus je bent meer een sms type? Ja, is ook goedkoper vind ik. En vind je het belangrijk als een telefoon een mp3 of een camera heeft of zeggen van nee, maakt me niet uit. Zolang ik kan bellen en sms'en vind ik het al goed. Ja, ja, zolang je maar bereikbaar bent vind ik altijd dan, dat is meestal wel goed. Heb je een mobiele telefoon? Ja, ik heb een mobiele telefoon. Is dat abonnement of prepaid? Abonnement. Betaal je zelf? Ja. Okay. En hoeveel geef je uit per maand aan bellen en sms'en? Ongeveer 25 tot 30 euro. Oké, okay. En doe je bellen of sms'en? Ik ben sms meer, ja. Oké, okay. En vind je het belangrijk als een telefoon mp3 of camera heeft of zeggen van maakt mij niet uit, zolang... Dat is wel een beetje belangrijk. En wat vind je dan, mp3 of een camera? Een camera. Nou, dit was het onderzoek naar belgedrag van jongeren. Het onderzoek heeft gebleken dat meisjes eerder sms'en en jongens liever bellen. Dit was Herson. Tot de volgende keer. Ciao.